Hoi, leuk dat je weer eens kijkt naar een video van mij. Het is een jaar geleden dat ik mijn laatste had opgenomen en het werd wel weer eens tijd, dacht ik zo. En het werd wel weer eens tijd omdat ik een nieuwe training heb ontwikkeld voor jullie. Ik ben er zelf heel erg enthousiast over. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat jullie er ook enthousiast over zijn en dat het voor jou veel gaat opleveren. Dus ik wil je graag meenemen in de training. Het is een vierdaagse training waarin jij je leiderschap gaat verdiepen. En daar gaan we met elkaar in 4 dagen naar kijken. De eerste dag gaat met name over je script, je blauwdruk. Wie ben ik en nou ja, wat betekent dat voor het hier en nu? Eric Byrne heeft een mooie theorie vanuit de transactionele analyse. Hij kijkt naar jouw script, naar jouw blauwdruk. We gaan je drivers onderzoeken. En dat gaan we op dag 1 doen, dus je knalt gelijk vol het diepe in. Op de tweede dag kijken we met name naar leiding geven en welke stijlen daarin zijn. Het model van Hershey en Blanchard komt langs. Daar heb ik ooit ook al wel een webinar over gemaakt. Die kan je ook bij mijn filmpjes zien. Die 4 stijlen komen langs, maar we kijken ook naar jouw visie op leiderschap en hoe draag je dat uit. Want leiding geven aan anderen begint wel bij leiding geven aan jezelf, volgens mij. Dan is het makkelijker om mensen mee te nemen. Dat is op dag 2 met name de hoofdmoot. Op dag 3 gaan we de link leggen naar je praktijksituatie met het oefenen van casuïstiek. Dus echt zoals in veel trainingen voorkomt, werken met acteurs. Vaak ook wel spannend, maar heel vaak zeggen deelnemers ook dat dat een waardevol onderdeel is. Iedereen komt even in de hot seat. Je leert ook heel veel door te kijken bij elkaar. Nou, en het is waarschijnlijk wat uit je comfort. En dat is wat mij betreft waar je wil zitten. That's where the magic happens. Het is geen training voor watjes, wat dat betreft. Je moet ook wel wat durf en moed hebben. Dat hoort erbij volgens mij bij ontwikkelen. Dus dat is dag 3, casuïstiek met de acteurs. En op dag 4 gaan we ook kijken met elkaar naar systemisch werk. We kijken naar teams. Van hoe werkt een team, een systeem? En wat kan ik daar als leider aan doen? En we kijken ook naar leiderschap. En lidmaatschap. Je hoort bij je team, maar je hebt ook echt een andere rol als leider. Nou, dat is soms best uitdagend, ook erg leuk. En met die dynamieken gaan we ook spelen met het systemisch werk. In de training, voor de mensen die mij al kennen, die weten dat wel, maar voor de mensen die mij nog niet kennen als trainer. In de training is het ook heel erg practice what you preach. Dus ik zal constant in het hier en nu interventies doen, laten zien hoe je lol kan hebben in het spelen met leiden en volgen. En in mijn beleving dat volgen dus vaak ook heel handig is. Ik noem het ook wel eens effectief lui zijn. En deelnemers zeggen dan wel eens: krijg jij hier nou ook echt wat voor betaald? Ja, dat is ook zo. Dus mocht je nog meer praktische informatie willen weten, bel gerust of mail me. De informatie staat op de site. Ik ben heel erg benieuwd of het je wat lijkt. En ontzettend leuk dat je keek. En wie weet, tot ziens.